Dag Els. Blij dat we jou vandaag mogen volgen. Kan je me juist vertellen welke opleiding je specifiek volgt? Ik ben momenteel bezig met vrachtwagenchauffeur. Oké, leuk. Kan je eens meer vertellen hoe deze opleiding verloopt? Ik begin met mijn theoretisch examen, samen met de vakbekwaamheid, code 95. En dan begin je met je C, praktijk. Ben je daar geslaagd, dan ga je naar je C. Oké, en heb je je theoretisch gedeelte al afgerond? Ik heb online allemaal mijn lessen gevolgd, samen met een webcoach waar ik op kon rekenen. Dus die heeft mij geholpen door de theorie. En dan mocht ik mijn examen gaan afleggen in het examencentrum. Hoe heeft die theoretische opleiding geholpen om je voor te bereiden op het praktijkgedeelte? Beseffen wat het eigenlijk is, de baan opgaan, net iets veel groter dan een auto of zo. Oké. En momenteel ben je wel al bezig met jouw praktijkgedeelte? Nu ben ik bezig met het praktijk, ja. Oké, kunnen we daar eens naar gaan kijken? Ik ga je mee pakken naar de vrachtwagen. Super. Oké, Els, we staan aan de vrachtwagen waar je waarschijnlijk al mee mag rijden, denk ik? Ja, daar mogen we mee rijden. Kan je eens maar meer vertellen over het praktijkgedeelte van de opleiding? Ja, we beginnen na de theorie, dus uw examen en zo is allemaal afgelegd. Dan begin je eerst met een C, dus kleinere modelletje. Samen met een instructeur natuurlijk. Er wordt alles voorgedaan, alles wordt uitgelegd. Je doet uw proeven, uw manoeuvres en dan mag je met het grote speelgoed beginnen. Dus je hebt de opleiding voor C wel al afgerond? Ja, het is volledig afgerond. Oké. Hoe lang heeft dat ongeveer geduurd? Dat zou op 18 dagen. Dus toch redelijk snel? Heb je normaal UC gehaald, ja. Dus jij wil ook sowieso met deze vrachtwagen kunnen? Ja, ook met 18 dagen opleiding. Oké, perfect. Kan je meer vertellen waarom je deze opleiding specifiek hebt gekozen? Voor de werkzekerheid. Is er zoveel vraag naar vrachtwagenchauffeurs? Ongelooflijk veel. Goed om te weten. Kan je al eens tonen wat je al met deze machine kan? Ik ga je mee pakken, stap maar in. Oké, Els, leuk om te zien hoe goed jij al met een vrachtwagen kan rijden. Ik heb alvast heel veel bijgeleerd. Ik ga jou ook verder laten oefenen. Ik wens jou natuurlijk super veel succes nog met het afronden van de opleiding en het vinden van een goede job. Dankjewel. Super, tot de volgende. Bye.